Vandaag spelen wij weer Brawl Stars. Dit keer gaan wij de nieuwe Godzilla update checken. Jullie weten wel waar ik het over heb. Ik heb het over de eieren, de mutaties, de nieuwe game mode. Jullie hebben het allemaal gezien in de Brawl Talk. Smash eventjes op die like als jullie zin hebben in dit nieuwe event. En dan gaan we er nu maar gewoon meteen induiken. Deze update is echt een half uur geleden uitgekomen. Ik heb letterlijk gewoon mijn Brawl Stars opgestart en mijn opnames gestart. Ik heb helemaal niks bekeken nog. Maar voordat wij naar de nieuwe update gaan kijken, wil ik heel eventjes wat beloningen gaan ophalen. Want als allereerste heb ik bij mijn trofeeënpad een gratis Star Drop. Dus die gaan we als eerste eventjes openen. Hij is zeldzaam. Oké, dat is jammer. Dan gaan we linksonder ook heel eventjes naar de Brawl Pass. En hier heb ik 8 beloningen. Ik heb hem dus nu ook helemaal gecomplete. En we gaan dus nu ook naar de 2 laatste buskins toe. Maar als eerste kunnen we hier 1000 muntjes claimen. Dan kunnen we nog een keer 1000 muntjes claimen. Dan kunnen we de buskin claimen. Hartstikke idee. Dat is mijn tweede buskin al. En zometeen krijgen we dus ook de derde. En hoppakee. Dat is de laatste buskin. En deze is naar mijn mening wel de minste van allemaal. Maar ja, deze krijg je ook in de normale Brawl Pass. En wij hebben Brawl Pass Plus. En dan hebben wij nog 3 Star Drops over. Oh nee. Hey, laat maar, we hebben ook nog een goddelijke titel. Die moeten we ook eventjes claimen. Oh, deze is wel sick hoor. Wacht, kan ik die ook echt op mijn profiel zetten? Hoe werkt dat? Gevechtskaart? Oh ja, hier. Goddelijk. Damn, dat ziet er echt clean uit. Oh my god, dit ziet er lijp uit. Oké, ik claim als eerste eventjes deze dingetjes, want anders is het niet zo satisfying. Maar hier hebben we dus Godzilla stadverwoesting. Oké, nou ja, dan drukken we maar gewoon op spelen. Ik weet echt totaal niet wat voor game mode het is. Welke knokker moet ik kiezen, verdorie? Godzilla chaos, daar zijn we. Oké, dit is echt heel sick. We lopen dus nu echt rond in een soort stad of zo. Oké. Wat? En iemand is ook Godzilla? Huh, maar dat wil ik zijn. En wat is deze ton hier? Oké, ik weet echt totaal niet wat ik aan het doen ben. Ik schiet wel gewoon op random mensen. Huh, maar is die Godzilla een echte speler of niet? Dit is zo lijp. Oh, kijk, we moeten die dingen slopen. Oh, dat zijn een soort bommen. En daarmee slopen we de stad. De rode gebouwen zijn van de vijand. En de blauwe zijn van ons. Ah, nu snap ik het. Alleen, ik weet niet echt hoe je aan de Godzilla komt. Yo, wat zijn deze mensen aan het doen? Oh, je kan ook zeg maar de stad verwoesten. Hier, ik kan zelf schieten op de gebouwen. Ah, duidelijk. Ik wil even die Nita pakken. Ik weet ook niet echt wat ik met die Godzilla moet doen, om heel eerlijk te zijn. Ik negeer hem maar gewoon. Weet je wat, ik pak even deze. Doe ik ook deze en dan wordt hij gedamaged. Hoppakee. Oké, dan moeten we wel even die beer pakken. Nice. Oh, kijk. Daar gaat hij. 3, 2, 1. Boom. Ik heb echt de stad lijp verwoest. Wij hebben nu veel meer procent. Nee, ze zijn onze stad aan het slopen. Sorry, team. Nee! Oké, kom hier, Edgar. Kom hier, ik ben boos op jou. Nee, stop even met slaan. Oh, crap. Zij hebben meer verwoest. Dat is niet goed. Ik ga anders wel even Godzilla helpen. Ik denk dat dat het belangrijkste is. Oké, ik zet deze pool hier neer. Kom eens even terug. Ja, goed zo. Oké, nu moeten we de stad slopen. We hebben letterlijk een half HP Godzilla. Slopen die handel. Kom op. Oké, nu gewoon slopen. Crap, zij hebben nog steeds meer verwoest. En we hebben nog 18 seconden. Godzilla, doe iets. Ja, het gaat niet lukken. Nou ja, dat was dit potje. Het ging nog best wel gelijk op. Het was echt chaos, maar het was wel echt een hele leuke game mode. Oh ja, kijk dit. Ik heb een soort eierdoos en er zit nu een Star Drop in. Daar zijn we. Godzilla chaos vernietigt de vijandelijke gebouwen. Wij hebben een Edgar spelen tegen Buzz. Oké, dit is prima. Oh, zij hebben ook een Dynamite. Kijk, dat is slim. Oh, je moet daar een soort dingetje oppakken. En dan word je Godzilla. Oh, volgens mij hebben wij nu Mecha Godzilla. Ah, ik snap het. Ik dacht, hoezo word ik niet gekozen? Oké, ik ga wel eventjes op Godzilla af. Oh crap, hij is nu al alles aan het slopen. Yo, focus even die Godzilla, dit gaat niet goed. Oké, drop wel even een bommetje. Wat ziek idee. Is die nu al in één keer dood? Oké, Dynamite is volgens mij heel goed op deze map. Oké, slopen we even dat. Oh my god, we hadden die ton zo snel gesloopt. Dit is insane. Oké, ik ga wel eventjes op die Dynamite focussen. Jullie kunnen dat samen wel. Ik kom eens even hier, Dynamite. Nee, dat gaan we eens even lekker niet doen. Oké, dit is niet goed. Boom. Yes, oké, die Dynamite hebben we. Moeten we even die bus pakken. Die bus loopt alles in zijn eentje, joh. Iemand help. Oké, hartstikke idee. Bus is dood. Wij hebben nu 54%, 51%. Super nice. Oké, pakken we even hun Godzilla. En dan is die al in één keer weg. Ze maken geen schijn van kans. Die Godzilla is heel de tijd gewoon af. Pats, Dynamite en bus bijna dood. Oh, dat was satisfying. Oké, pak bus. Bus is zo low, letterlijk. Zij hebben nu 72%. Dat valt best wel mee. Maar dat komt omdat die bus alleen maar losse gebouwen aan het focussen is. Ga even hier langs. Oh, die is ook al opgeblazen. Ik ga letterlijk gewoon dit opblazen. Wat dacht je daarvan? Boom! Kijk dit!
Kijk hoeveel we vernietigen. Dynamite is zo insane op deze game mode. Ik heb echt 20% vernietigd of zo. Yo, ik vind deze game mode leuk. Het is echt super apart, maar echt leuk. Pats, een bom op je hoofd. Onze Mecha Godzilla is ook zo goed, man. Dat slopen. Yes, we hebben letterlijk alles gesloopt. Dat is insane. Hoppakee, meeste schade, ster spelen. En je ziet nu trouwens ook die goddelijke titel. Heel erg cool. Daar gaan we voor nog een potje Godzilla chaos. Ik vind dit oprecht zo'n leuke game mode. En hebben we nog niet eens de mutaties bekeken. Het is lijp. Oh, wacht, wacht. Nee, ik wilde Godzilla zijn. Verdorie, ik was niet aan het opletten. Ja, Dynamite is zo goed op deze game mode. Ik kan gewoon langs alles rennen. En dan gooi ik gewoon die bommetjes eroverheen. Kijk, zij gaan daarheen. Dan pak ik alvast even deze. Kijk eens even aan. Ik weet niet echt of dit een hele slimme tactiek is. Want zij kunnen natuurlijk nu ook heel veel aanvallen. Ik denk dat het slimste is om Godzilla gewoon uit te schakelen. Kan je schokgranaatje, bommetje, pats. Wat doet die Godzilla? Hoezo doet hij niks? Oh, wat? Ik ben nu Godzilla. Huh? Oh, ik was helemaal niet aan het opletten. Come here, bro. Oh, nee. Jij gaat daar aan, bro. Oh, dit is insane. Oké, we zijn dus nu Godzilla. Niet Mecha Godzilla, maar gewoon normale Godzilla. We kunnen aanvallen. Dit is onze range. Ik weet niet hoe dat werkt. Oh, we kunnen maar één keer aanvallen. En ik heb dus ook een super. Dus bam, Nita. Oh, crap. Ik miste dat. Oh my god, ik doe veel damage. Ik doe 4000 damage. Dat is insane. Ik weet ook niet wat mijn super doet. Oh my god, dat is denk ik vuurspoel of zo. Ah, nu weet ik dus ook een beetje wat Godzilla kan. Dan weet ik dat ik een beetje uit range moet blijven. Ik doe daar even mijn super. Oh, die wordt gemeld. Die wordt gemeld, echt. Hoppa, hun Godzilla is in één keer down. Ik moet nu wel echt gaan rennen. Ze heeft 2 teddyberen. Nee. Of teddyberen, dat zijn panda's. Oké, misschien kunnen we die niet even damagen. Heel goed. Oké, we moeten ook even de stad gaan damagen natuurlijk. Anders ben ik helemaal voor niks Godzilla geweest. Oh, dit is zo satisfying. Het is zo leuk om Godzilla te zijn. Ik wil nog wel even vaker Godzilla zijn. Want ik heb niet heel lang als Godzilla kunnen spelen. Nou speel ik nu wel gewoon best wel lang als Godzilla eigenlijk. Maar ja, op heel weinig HP. Dus ik kan niet echt vechten. Kan ik ook healen? Nee, ik kan niet healen. Maar wat doen ze allemaal? Die Mecha Godzilla staat gewoon stil. Maar ik ben heel je stad aan het slopen. Wat doe je? Yes, nog een keer. Ik ben nog een keer Godzilla. Oké, nu wil ik nog heel even kort naar alle abilities kijken. Dus zo, we doen 4000 damage. Dan wil ik nog even mijn super krijgen. En dat is dit. Boom. Check die laser. Wat? Ik meldde die Nita echt voor me en die Godzilla voor me. Die super is lijp. Ik hou van deze flipping game mode. Oh my god. Epic. Komt er nog eentje? Nee, oké, het is epic. Maar epic is nice. Wat krijgen we? Een Barley skin. Oh, damn. Gouden Barley. Die is wel sick, hoor. Kijk dit. We hebben ook een ei. Oké, zeldzaam. Kan ik die ook meerdere keren klikken of niet? Ik weet het niet. Oh my god, maar we hebben gewoon een ei. Dit hoort bij de update. Dit is insane. Oké, ik klik erop. Super zeldzaam. Wat? Ik snap er helemaal niks van. Oké, ik heb het ei geopend. Wat krijgen we? We krijgen een Shelly-mutatie. Shelly's geweer schiet 2 keer. 2 keer? Oh my god, oh crap. Ik heb per ongeluk weggeklikt. Dat is ook niet zo handig. Dit is zo lijf. Shelly's geweer schiet 2 keer. Gedurende 20 dagen? Wat, dat is lang. Wow, oh dit is wel lijp. Bijna elke knokker in de game heeft zijn eigen mutatie. Dat is zo lijp. Wat heeft Angelo? Mik en schiet krijgt 2 extra... 2 extra schoten op Angelo? Ben je gek? Oh my god, die wil ik. Oké, dan moet ik even deze laser. Hier, kijk dit. Boom. Oh my god, ik heb die Edgar zoveel damage gegeven. Bam, laser. Hij is in 1 keer weg. Hij is in 1 keer weg. Dat is zo insane. Oké, ik ga wel even hier achter schuilen. Oh, daar gaat Bo in 1 keer. Oh, ik heb Bo. Heel nice, heel nice, heel nice. Niet doodgaan. Gold is down. Help ik even jou. Oh, dat heb je niet nice gedaan, bro. Hoe ben je nu al af? Oh, die laser. Yes. Oké, Mecha Godzilla moet even down gaan. Nee. Oké, hij is zo low. Wat doe je, bus? Sorry, ik ben niet meer heel veel aan het praten, want ik ben echt aan het zwetten. Wat? Het gaat zo gelijk op. Nee, maar dit is niet goed. Waarom gaat het zo gelijk op? Er zit hier niemand. Doe damage. Doe damage. Lekker bezig. Onze Godzilla doet het zo goed. Ik ben gewoon aan het verdedigen. Ik ben iedereen hier weg aan het houden en dan is het helemaal prima. Bommetje daarop. Oké, Frank komt hier wel aan. Dat is niet zo handig. Pats. Oké, nee, Frank heeft ze super. Pas op, pas op, pas op. Oké, ik ben dood. Dat is niet handig, dat is niet handig. Doe damage, doe damage. We hebben 7% minder. Dit is zo'n spannend potje. Dit is zo'n spannend potje. Kill die Mecha. Oh my god, we hebben net verloren. Of niet? We hebben net gewonnen. Oh my god, ik was niet eens meer aan het spelen. Ik was gewoon naar boven aan het kijken en aan het hopen dat ons team daarboven iets deed. Dat was zo'n insane potje. Oh my god. Ik had helemaal niet door hoe close het was, joh. Meer dan 100.000 damage. 10 kills.
Oké, okay, dus de eierdoos. Als eerste hadden we natuurlijk een stardrop. En daarna volgens mij echt 4 eieren of zo. Dus we openen als eerste eventjes een zeldzame stardrop. Dankjewel. Oh, wat? Oh, eerst krijgen we alle nederlagenbeloningen. Oh, en nu krijgen we alle overwinningen. Let's go. Volgens mij hebben we nu echt 4 eieren of zo. Dit is insane. Oké, 3, 2, 1, go. Oh ja, ik moet hem swipen natuurlijk. Super zeldzaam. Oké, okay, blijf super zeldzaam. Wat is het? Wat is het? Oh, deze animatie is ook zo lijp. Een Nita-mutatie. Nita roept een extra Bruce. Die hebben wij gezien. Die hebben we gezien in-game. Ik dacht, oh, hoe kunnen er twee van die panda's in-game zitten? Oké, okay, nou, we openen er even nog eentje. Wat hebben wij? Een Rico. Al Rico's projectielen kaatsen verder. Oké, okay, die valt een beetje tegen. Maar please, ik wil een knokker. Een mutatie voor een knokker die ik speel. Episch, episch, episch. Wat hebben we? Een epische knokker. Dat is nice. Dat is nice. Please. Angelo! Ja! Wat? Die kans! Wat is die kans? Dat is insane! Ik wil nu alleen nog Dynamite, want Dynamite is wel heel goed voor die game mode volgens mij. Oh, nog een epische! Een mythische! Oh my god, krijg ik dan Melody of zo? Ik denk... Oh, wat? Een skin! Sorry, ik was hier echt totaal heel voorbereid. Ik wist niet dat je skins uit een ei kon krijgen. En dit is zo stom, hè? Heb ik nu net 3 Battle Pass of 3 Brawl Pass skins van Buzz. En dan krijg ik nu een Buzz skin. Even nu de mutatie van Angelo testen. Boom. Wat? Je schiet er altijd 3. Dat is lijp. Alleen denk je echt dat je er heel veel aan hebt in deze game mode? Oh, in dat geval wel. Iemand anders is nu Mecha Godzilla. Very nice. Oh my god. Ik deed daar 8000 damage. Als al je projectiles hitten... Dan doe je zoveel damage. En het is ook nu zo makkelijk om te raken. Want je moet gewoon een beetje naar iemand toeschieten. Oh, nou in dat geval dodge de Colt het echt keihard. Nou, we hebben nu denk ik wel goed de mutatie van Angelo getest. Er zijn natuurlijk nog veel meer mutaties. Ik wil ook niet alles in één keer bekijken in één video. Want dit is al echt een hele lange video. Ik ben al 40 minuten bezig. Maar ja, er komen nog wel meer video's. Nog meer streams waarin we alle mutaties gaan testen. De nieuwe update gaan checken. Natuurlijk komt er ook nog een nieuw seizoen. 2 nieuwe knokkers. Oh my god, het is overweldigend. Maar voor nu, smash eventjes op die like als jullie genoten hebben. Dan zie ik jullie bij de volgende video. Later!